de Amsterdamse stad Schouwburg, hier is het kloppend hart van het theaterfestival. En het gaat natuurlijk niet alleen over prijzen en voorstellingen deze periode, maar ook over bezuinigingen, over jong talent en over hoe het theater zich zou moeten ontwikkelen. Ja, ik loop nu naar de grote zaal van de stad Schouwburg. Dat is het officiële openingsprogramma. Onder andere met een redenvoering, de staat van het theater, de SCS Bas Heijnen. En natuurlijk Ferry Mingelen. En ik ben erg benieuwd hoe die het zo meteen ervan af gaat brengen. Ja, ik ben hartstikke zenuwachtig. Maar ja. Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom. Ik ben geen acteur. Ik kom niet uit de theaterwereld. En nou moet ik u maar bekennen dat het ook niet helpt als u mij allemaal zo zit aan te staren. Als een kudde zeekoeien. Ik vind dat moeilijk om... Daar moet ik toch echt even aan wennen. Het was minder erg dan gedacht, hè, volgens mij. Nou, ik was zenuwachtig van tevoren. Maar ja, als je dan eenmaal bezig bent, dan gaat het. Als het gaat, dan gaat het. De afgelopen tijd, bij al die voorstellingen, al die premières, is het mij opgevallen dat ik daar eigenlijk nooit politici zag. Houden ze niet van toneel? Interesseert het ze niet? En nou dacht ik, dan laat ik gewoon eens een klein onderzoekje doen. Ik heb die nummers van al die types, dus ik heb ze allemaal een sms'je gestuurd. Met een simpele vraag, ben je het seizoen nog naar het theater geweest? Zo ja, wat en zo nee, waarom niet? De opbrengst was niet overweldigend. Ik denk, als Kamerleden moeten beslissen over belangrijke maatschappelijke problemen, ze staan heel sterk onder druk van de sociale media, de grote rechtse bek. En een beetje tegenwicht vanuit de creatieve hoek, vanuit de genuanceerde hoek van toneelmakers die problemen ook van de andere kant belichten, dat kan geen kwaad. Rutte, altijd vriendelijk, altijd correct, antwoordde direct dat hij zich concentreerde op het nieuwe politieke seizoen en dat hij daarom liever niet op mijn vragen inging. Hij gebruikte daar zoveel vriendelijke woorden voor dat hij net zo goed die vraag had kunnen beantwoorden. Maar dat wilde hij natuurlijk niet, want hij wil niet als een soort cultuurbarbaar de verkiezingscampagne in. Ja, weet je, die mensen hebben het ontzettend druk. En dat is serieus hoor. Ik heb daar lang rondgelopen, ze hebben het ontzettend druk. Dus als ze eens een avond vrij hebben, dan moeten ze kiezen, wat doe ik? Ga ik naar toneel? Of, een soort halers of chips eten en boerzoekvrouw kijken. Nou ja, precies. Of gewoon onderuit zakken. En dat begrijp ik heel goed. Maar dat ze iets vaker naar toneel zouden kunnen gaan, omdat dat ook belangrijk is, ook voor henzelf. En niet alleen maar omdat cultuur moet. Dat zou wel goed zijn.